Ik heb het ook met grote beelden, dat ik denk, oh ja, ik zet hem zo neer. En dan zegt zo'n verzamelaar, nee, ik wil hem net andersom hebben. Nou ja, dat is geen probleem. Dan zet ik hem zo neer, hè. Jan Verschoor, één van de twee Jannen waarmee het allemaal begonnen is. Hij was bevriend met industrieel en kunstverzamelaar Jan van der Togt. En samen besloten ze een museum op te richten in Amstelveen, het Museum Jan van der Togt. Waar Jan Verschoor 25 jaar lang directeur is geweest. Maar hij is vooral ook een steengoede kunstenaar. Dit is een van de eerste beelden die Jan van der Togt aankocht voor zijn collectie. En die heeft hij toen gekocht in Brussel. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat na zoveel jaar zo'n sculptuur weer terugkomt naar Amstelveen. En ook heel bijzonder dat het ook staat naast een schitterende St. Francis. Want daar was Jan van der Togt gek op toen hij het eenmaal zag. Jan experimenteert graag met materialen. Hij maakt prachtige bronzen beelden, maar hij maakt ook objecten van kunststof, van messing, metaal. Een prachtig slank object van mooi glad afgewerkt hout. En hierachter zelfs een glazen kom. Voor mij was het te veel een kom. En heel veel glaskunstenaars maken al kommen. Dus ik dacht, dat past niet bij mij zo. Ik wil toch andere objecten maken in glas. In deze objecten zien we hoe hij werkte met de transparantie van het glas. Hij heeft allerlei soorten kleuren gebruikt, naast elkaar, door elkaar, waardoor er weer allemaal nieuwe tinten ontstaan. Deze hoort weer hierin. En het mooie was voor mij, dat is voor mij persoonlijk, dat je er doorheen kijkt te vormen. Jan Verschoor heeft een atelier in het monumentale schoolgebouwtje naast het museum. Maar voor de gelegenheid haalt hij zijn atelier naar de museumzaal. We zien objecten die gereed zijn, kunstwerken die nog in wording zijn. Dus eigenlijk een kijkje over de schouder van de kunstenaar. Vooral in het grote is het een heel gedoe om de constructie en om ook de spanning erin te houden. Kan dat ook wel een worsteling zijn. Dit is ook weer zo'n model wat naar de gieter gaat. En hier ligt dan een figuur. Die is al helemaal glad afgewerkt. Deze moet nog helemaal glad afgewerkt worden. Jan genoot zijn opleiding aan de Gooise Academie in Laren en de Rijksacademie in Amsterdam. Waar hij vooral lessen volgde in de figuratieve en realistische traditie. Maar al gauw bleek dat zijn hart vooral sneller gaat kloppen van abstracte kunst. En de vormen zijn vaak dat ik zoek naar beweging, evenwicht. Dit is een sculptuur, die is in de jaren 80 gemaakt. En dat was een periode dat ik sculpturen maakte zo plat mogelijk, maar tegelijkertijd probeerde ik zo ruimtelijk mogelijk een vorm erin te krijgen. Zoals je hier ziet hangt die en ik maak ze ook in het heel groot vanuit het plafond. En dat is weer mooi. Je hebt natuurlijk geen sokkel nodig. Het kan draaien. Hier zijn verschillende materialen. En zodra die draait, verandert die iedere keer weer van vorm. Ik zag op de televisie verschuivingen van rivieren, aarde, in Limburg en in België. En dat inspireerde me om die sculptuur te maken. Dat zie je ook heel sterk hierin. Dat bepaalde vormen echt van elkaar weg willen. Ze hebben nooit titels, behalve één beeld, de windvlaag. Maar dat is meer gekomen dat iemand binnenkwam en zei, god, het is een windvlaag. Toen dacht ik, dat is een mooi titel voor dat beeld. Maar ik ga nooit een windvlaag proberen te maken.